Nou, ik ben druk bezig om dit terras hier sneeuwvrij te maken. Ik ben in Noorwegen, Tromsø, en er is vanavond kans op pollicht. De enige nadeel is, zoals je misschien hierachter ook al ziet, er is ook behoorlijk kans op bewolking. En dat is niet zo'n goede combinatie. Dus we willen eigenlijk ervoor zorgen dat we heel snel naar binnen en naar buiten kunnen stappen. En om er binnen geen bende van te maken, ja, willen we dit even sneeuwvrij hebben. Ik ben samen met Janjelle ben ik hier weer. We gaan, terwijl een helikopter langs komt. We gaan vandaag overdag gaan we nog wat rondrijden, gaan even leuke dingen bezoeken. En dan vanavond gaan we hier zitten, de lucht goed in de gaten houden, pollicht goed in de gaten houden. En dan hopelijk gaan we hier vanavond vanaf dit geweldige dakterras een hele mooie pollichtshow zien. Maar we moeten wel eerst even de rest doen. Hier mes ja. Hebben. Ik kan hier een mes. Geen idee. It's always handy to have a reindeer knife, knife with you. So you can stab them when you see them on the street. Yeah, you stab them and then you're safe. If you also want to have a reindeer plate. Play, ja, ik weet niet. Oh, die plate. Nou, we gaan even de toeristen uithangen. We zijn in het straatje met alle toeristische shops. Er is nog een kerk hier rechts van ons, voor de kijkers links. Oh, prachtig. Mooi. En nou, wij lopen even wat rond. Het enige nadeel is, het sneeuwt. En ik heb dus net daar die veranda lopen sneeuwvrij maken. Dus ik denk dat ik straks weer mag, maar misschien valt het mee. Maar wij gaan even op zoek naar nog meer toeristische dingen. En een noorderlicht. Oh, een noorderlicht. Ik denk dat het een beetje te licht is dus. Ja, en dat zeiden we net nog, van het noorderlicht kun je niet zien, is nog te licht, maar ik zie dat toch echt wel. Ik zie het noorderlicht. Ja. Nou, dan komen we hier bij een van de mooiste pleintjes van Tromsø. Dat is alleen een beetje jammer, want ik geloof dat ze het hele pleintje aan het verbouwen zijn. We zijn inmiddels een stukje verder. We zijn wat hoger. We gaan even kijken bij een uitzichtpunt. Ik moet zeggen, niet al te beste herinneringen aan dit uitzichtpunt. Oh, kleine stapjes, dat gaat ook prima. Ja, mooi. Oh! Nou, het is een beste klim naar boven, maar als je er één keer boven bent, heb je wel een fantastisch uitzicht over onder andere de haven van Tromsø, de bergen erachter. Zeker de moeite waard om even een kijkje te komen nemen. Ik kom gezellig mee in de video. Je mag ook best mee in de video hoor. Ja. Ah, ja, je mag best meelopen in de sneeuw. Er is heel veel sneeuw gevallen. Ja, zo jammer dit. Wij zo goed ons best gedaan, tenminste ik allemaal rommel hier weggehaald. Jij? Ligt alweer helemaal vol met sneeuw. Nou, gelukkig heb ik een bezem meegenomen van beneden. Maar dat doen we vanavond wel. Nee, nu. Nu? Oh. Ja. Nou, dan moet ik nu aan de bak. Ga ik deze op statief zetten, ga ik aan het werk. Nou, we zijn zo goed aan het vegen geweest. Daar zien we zelfs blauw in de lucht. We laten de spullen hier staan voor als het weer gaat sneeuwen. Hopelijk niet. En dan gaan we nu eerst even lekker rustig binnen zitten en dan wachten tot het donker wordt. Nou, die witte dingen achter mij, dat is geen pollicht, helaas. Het zijn sneeuwwolken. Dat betekent 1. Dat ik geen pollicht zie. En 2. Dat ik morgen weer mag vegen. Beetje jammer, maar goed. Het enigszins goede nieuws is dan wel weer dat we niet zoveel pollicht missen, want de kansen zijn vrij klein. Maar goed, vanavond wordt het hem niet meer, dus wij gaan nog even tv kijken en dan morgen weer een nieuwe dag met weer nieuwe kansen.
3 hours later. Nou, kort maar krachtig, trok eventjes open. Even een paar groene fladden achter mij. Ik kon niet eens een timelapse schieten. Wel hier even een paar beelden mee kunnen schieten, maar hey, beter dan niks. Goed, het is inmiddels 1:15, 2:15. Bewolking lijkt nu toch echt wel te gaan blijven de rest van de avond. Dus ik ga lekker op bed en morgen hoop op nou, meer van dit soort momenten, maar dan echt feest natuurlijk. Ah, het is inmiddels de volgende dag. Wij, nou, prima geslapen. Net even lekker ontbeten. En ja, dan kijk je naar buiten. En dan denk je, ja, dat is toch jammer. Want dan heb je gisteren heb je zo je best gedaan. Om, nou, om het gewoon goed voor elkaar te hebben. Nu gaat hij op slot. Gaat hij van slot. Ja, en dan kijk je naar buiten. Ligt weer dat hele ding vol met sneeuw. Nou, dan zit er niks anders op. We kunnen er weer prima op lopen zonder dat het huis vol met sneeuw hebben. Over sneeuw gesproken, blijft nog even sneeuwen, dus voorlopig blijven we nog even binnen. En dan gaan we vanmiddag even kijken als het openbreekt of we nog wat mooie plekjes kunnen bezoeken hier. Inmiddels zitten we in de auto, sneeuw is grotendeels voorbij en wij gaan even wij zoeken het hoger op vandaag. Wij gaan een kijkje nemen bij de cable car en hopelijk dat het, als het dan donker wordt, dat we vanaf daar wat poollicht kunnen zien, want dat is echt een hele vette plek. Een fantastisch idee dit om hier even naartoe te gaan, maar we komen boven, nou, berg in de sneeuw. Ja, ik denk dat wij eerst even naar binnen gaan en dan als de sneeuw gestopt is gaan we weer een poging wagen. Bah. Nou, het is inmiddels iets minder hard dan het sneeuwen, waardoor we iets meer kunnen zien. We kunnen het hele eiland van Trumse zien, wat echt wel heel tof is. Met hier daarna nog een sneeuwbui in de verte, dat geeft wel een vet beeld. Misschien ook nog wel vetter dan dat het helemaal helder zou zijn. Het is wel vrij fris, waait ook wat. Nou, wij gaan nog even hier rondkijken en dan gaan we wachten tot het wat donkerder wordt. Zodat we straks hopelijk in het donker dat de lucht weer openbreekt en dat we misschien zelfs een beetje poollicht kunnen zien. Het is donker, nou, zoals je op de achtergrond al ziet, het is nog steeds wel bewolkt. Maar daarom niet een minder uitzicht hier over de stad en het hele eiland van Trumse. Pollicht gaan we hier waarschijnlijk nog niet zien vanwege en de bewolking en dat het nog niet heel actief is. Dus wij gaan zo naar beneden met de kabelbaan weer. En dan gaan wij weer terug naar het huisje. Even rustig zitten en dan hopen dat het vanavond weer beter gaat worden. Nou, op de terugweg van de kabelbaan kwamen wij nog een kathedraal tegen, de Arctic Cathedral. Nou, het is een vrij iconisch gebouw. Als je de brug over kon rijden vanaf het eiland Trumse naar de oostkant van Trumse, dan kom je normaal altijd tegen, daar rij je er rechtop af. Maar de achterkant is misschien wel net zo mooi als de voorkant. Een prachtig glas-inlood raamwerk, erg kleurrijk. En wat ik zei, ja, je ziet hem eigenlijk alleen als je aan de achterkant komt. Dus loop ook even om dat gebouw heen, mocht je hier in de buurt zijn. We hebben even een stukje gereden. We zijn wat meer zuid afgezakt. Hier zou het mogelijk wat minder bewolkt zijn volgens de radarbeelden. Maar het valt een beetje tegen. We zien wel wat sterren. Alleen ten noorden van ons, waar het poollicht zou moeten zijn, is het alsnog wel bewolkt. Dus wij gaan zo weer terug richting Trumse. Gaan misschien nog één plekje bekijken.
En vanuit daar gaan wij weer terug naar onze, als we vanaf daar niks zien in ieder geval, dan gaan wij weer terug naar ons verblijf en wachten daar af tot het hopelijk op gaat klaren. Daar zit de stoelverwarming. We zijn inmiddels aangekomen op onze laatste plek voordat we doorrijden naar huis toe. Hier achter mij, op de achtergrond, zie je een huisje. Daar staan even de lampen van de auto opgericht. En een fantastische plek voor als er pollicht is. Helaas, nu geen pollicht. Maar ik heb nog een paar beelden van de vorige keer dat we hier waren. Hoe het er in het daglicht uitziet. Dus die laat ik nu eventjes zien. Dit is inderdaad of het ijs is erin of ik ben te zwaar. Zult erop houden dat het ijs erin is? Je kan het. Wij zijn echt net terug in het huisje. En ik reed en Jarelle die zag al onderweg, er zit wat in de lucht. En we kwamen hier aan bij het huisje. Wat? Echt. Dik feest. Achter mij dikke baan. Daar dikke vette banen. Timelapse loopt. En dit keer is Jelle aan het vegen. Nou, jij mag ook wel even vegen. Ja. Dan moet het sneeuwvrij zijn en dan ben je er niet. Nee, klopt. Nee. Je hebt een taak verzaakt. Precies op het moment dat het moet, is het niet sneeuwvrij. Maar goed. Oh man, kijk daar weer. Kijk daar. Nice. Ja, ja. Ah, dit is echt vet, dit is echt vet. Ik ga gewoon weer filmen. Oh, kijk de andere kant daar. Nou, wat wil je nog meer? Biertje erbij, pollicht letterlijk boven ons hoofd op beeld trouwens, dat komt perfect uit. Ja, fantastisch, hij gaat daar rechts ook nog verder. Ja, dit is echt top, dit is echt super. Niet meer verwacht, toch wel een beetje gehoopt, maar helemaal open. De wind is een beetje gaan liggen, stoeltjes erbij gepakt, biertje erbij gepakt. Ja, perfect, ik ga gauw verder genieten. Ik stapte vanochtend uit bed, ik liep naar de woonkamer en ik denk, wat is dit toch geweldig. Het heeft niet gesneeuwd vannacht, dus ik hoef niet nog een keer te vegen dit stuk. Wat wel jammerlijk is, gisteravond stonden we hier en had ik dus niet alles geveegd. Dus Jelle moest vegen en daardoor konden we niet overal even lekker staan en zo. En er was pollicht, dus ja, slechte voorbereiding. Dat gaan we vandaag anders doen. Vanmiddag ga ik dit hele stuk verder aanvegen. Want we gaan zo eerst even naar het centrum van Trumzee om daar weer dingen op te nemen voor de video van Jelle. Als we dan terug zijn, ga ik zorgen dat het hier helemaal sneeuwvrij wordt. Oh, daar. Oh, jij doet de penguin walk? Ja. Als je dus op gladde wegen loopt, walk like a penguin. Handjes een beetje zo en door de knietjes en dan val je niet. Nou, dat is wel een goede tip voor mij. Ja, ja, voor vorig jaar. Wij zijn weer terug in ons appartement.
Het is 3:10 en de zon is eigenlijk al onder. Die gaat hier om 2:30 al onder. Dus ik wil even van het laatste beetje licht gebruik maken om de boel hier even sneeuwvrij te maken. Onze laatste dag in Tromsø is helaas alweer aangebroken. En met de laatste dag hebben we ook een nieuw record te pakken. Want nog niet eerder viel er zoveel sneeuw in één nacht hier. Dus ik mag weer gaan vegen. Ik heb nu al zo vaak gedaan. Ik kan er beter gewoon een vast segment van maken in de vlog. Met een introotje, zoiets of zo. Sneeuw schuilen met Maurice. De held van elke straat, hij maakt hem glad en vrij. Met zijn schuiver in de hand. Laat hij de klus een sneeuwvrij land. Nieuw sneeuw schuiven met Maurice, de held van elke straat, hij maakt hem glad en vrij. Met zijn schuiver in de hand, laat hij de klus een sneeuwvrij land. Sneeuwschuiven met Maurice, de held van elke staat, hij maakt hem glad en vrij. Met zijn schuiven in de hand, laat hij de klus een sneeuwvrij land. Klaart hij land. Nou, is dat een intro of niet? Moet er even bij zeggen, muziek met dank aan Rick. Dankjewel jongen. Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. Het lijkt een beetje een thema geworden deze vakantie. Het is bijna middernacht, het heeft de hele avond eigenlijk gesneeuwd. En het gaat ook de hele nacht nog blijven sneeuwen zoals het nu lijkt. Dat wil zeggen dat eigenlijk we geen pollicht meer gaan zien deze vakantie. Hoe jammerlijk ook. Goede nieuws is wel weer. Ik hoef geen sneeuw meer te vegen. Want ja, we gaan zo toch op bed. Morgenochtend vliegen we weer terug naar Nederland. Dan mag het hier meters hoog sneeuwen, want ja, we hebben er toch geen last meer van. Daarmee is onze vakantie hier in Tromsø, Noorwegen, ten einde. Gelukkig hebben we wel pollicht kunnen zien en ook goed, lekker gezeten hier. Naar boven kunnen kijken, pollicht recht boven ons hoofd, fantastisch. Maar daarmee is onze vakantie dus wel ten einde. En daarmee is ook deze video ten einde. Ik zeg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende.